hier hebben we de Ekstraan. Hier, zo. En hier over de sloot, dat is Schiedams grondgebied, moet dan die ontsluiting zijn. De bewoners van de Ekstralaan in Vlaardingen-Holi zijn zich rotgeschrokken. De gemeente Schiedam wil een weg voor het nieuwe sportpark A4 aanleggen door de Vlaardingse Ekstralaan. Niet doen. Gelijk zijn we met onze hielen in het zand gaan staan. Nou, we zijn bang dat Schiedammers onze laan willen gaan gebruiken om... Ja, eigenlijk dat het vreselijk druk voor het verkeer wordt. Bij de gemeente Vlaardingen ligt inmiddels een verzoek van Schiedam om die gevreesde weg wel aan te leggen. Het is nu aan de gemeente Vlaardingen om te beslissen. Dat is niet een verzoek van ons, dat is niet een idee van ons. Dat is een verzoek dat vanuit Schiedam deze kant op is gekomen. Maar gaat dat er komen? Wij hebben nog niets besloten. Maar juist aan de overkant van het tramtracé, daar gaat het allemaal gebeuren. Daar komt het sportpark. En... Het verkeer, kijk, hier komt het verkeer dadelijk doorheen. Ook de mensen aan de andere kant van Schiedam, die zijn erop tegen. En, Is dit nou weer een oplopende spanning tussen Vlaardingen en Schiedam? Nee, dat is beslist niet, maar aan de andere kant is Schiedam... Niks tegen Schiedammers, maar er staat wel Schiedam nee op het spandoek. Ja, maar dat heeft betrekking op het BMW-gebeuren van Schiedam. Die willen dus de boel doordrukken. Schiedam die heeft 40 jaar een ontsluiting naar Schiedam tegengehouden... En daar zijn we nu aan gewend, aan die rust. En laten we het lekker zo houden. Volgende week woensdag zijn de boze Vlaardingers welkom op het stadhuis. Daar hopen ze de wethouder aan hun kant te krijgen tegen de aanleg van die Schiedamse weg.